Onder grote mediabelangstelling zocht Fortuyn de tafel op van waarachter hij zijn boek De Puinhopen van 8 jaar paars zou presenteren. Het biologische bakkerschilder gooide roet in het eten. Een drietal taarten, gevuld met stront en braaksel, zorgde voor flinke opschudding. En Fortuyn ging vroegtijdig af om zich te verfrissen. Na een kwartiertje nam hij emotioneel het woord. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Een uitvloeisel van deze demonisering hebben we zojuist kunnen meemaken. En dan kun je erom lachen. En voor een deel lach ik er ook om. En het is ook niet ernstig. Het doet ook geen pijn. Maar als het zo moet, moet ik u zeggen dat ik mijn integriteit ernstig voel aangetast.